Welkom dames en heren bij de 43e uitzending van Ellewaas Sport. Sport uit onze eigen gemeente. Handbal, voetbal, volleybal, noem maar op. Wat er zoal gebeurd is in het afgelopen weekend. We beginnen bij voetbal De Ster. In het vriendschappelijke oefenduel dat zondag op het programma stond, speelde de ploeg van de nieuwe trainer Jean Maas Susteren tegen De Ster. In de eerste helft was het zomeravondvoetbal op een zonnige winterdag. In de tweede helft toonde De Ster meer flair. Men durfde steeds meer uit de verdedigende stellingen te komen en dat leidde tot de eerste kansen. Mooie acties waren er voldoende en na enige algemene verwarring wist Guido Rutte De Ster halverwege de tweede helft op voorsprong te zetten. De Ster voelde zich hierdoor duidelijk gesterkt en maakte het spel wat feller. Ook al kwam Susteren weer langs zij, 1-1. Maar uit een mooie aanval kon Marco Jevrić de eindstand op 2-1 bepalen. Komende zondag, 29 januari, dan is de winterstop voorbij en dan opent De Ster met een thuiswedstrijd tegen UOW 02, Ubach over Worms, de huidige nummer laatst. Deze vereniging is een fusieclub van het voormalige Wouwbach en Wouwbachse Boys. De Ster-selectie wordt trouwens versterkt met een verdediger afkomstig van Fortuna Sittard. We hebben het over Giel Pirey, afkomstig uit Berg aan de Maas. Met een beetje geluk en slagvaardigheid sluit hij deze week al aan. Giel, van harte welkom. En dan niet vergeten César, dat speelt zondag ook. Die speelt tegen LHC, de Laura-Hopel-combinatie. We gaan naar Haslo. Haslo zal 29 januari in 4C thuis starten tegen Armada. Bij de opening van het seizoen verloor men van deze jeugdige ploeg met 1-0, waarna ook nog eens een strafschop werd gemist door Haslo. Wil Haslo in het befaamde linkerrijtje blijven, dan is een zege wel aan te bevelen. Armada had overigens afgelopen weekend al moeten starten tegen Obicht, maar daar werd de wedstrijd afgelast. Koploper Lindeneuvel gaat het zondag opnemen tegen datzelfde Obicht. Urmondia dan? Nou, Urmondia dat is druk aan het oefenen geslagen tijdens de winterstop. We zijn benieuwd of we dat ook gaan terugzien in de resultaten. Daar in Born was het een wedstrijd om snel te vergeten. Met rust viel de schade nog mee, maar aan het einde van de rit stond er wel 5-0 op het scorebord. Helaas bleef er daarna nogal wat nederlagen volgen. 8 partijen gingen verloren in de eerste helft van het seizoen. Dus laten we hopen dat het keerpunt van de competitie ook het keerpunt qua resultaten zal zijn. Urmondia dus tegen Born. Avantia. Die starten ook 29 januari. Thuis, nee die gaan uit. Zo moet ik het zeggen, uit naar het sterke KVC Oranje. Thuis verloren ze de eerste wedstrijd tegen Oranje, dik, om zich toch later tegen de andere koploper Eikenderveld te revancheren. Vorige week gaven we het al aan. De nieuwe trainer is ook bekend. Stefan Nieskens uit Echt. Hij trainde de afgelopen 4 jaar bij Gratum en hij tekende bij Havantia voor 1 jaar. IVS verloor de laatste 6 wedstrijden voor de winterstop op rij en zakte zodoende naar plek 10. 3 overwinningen, 2 gelijke spelen, ja en net als Urmondia 8 nederlagen. IVS opent de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd. Sanderbout komt op visite. Ja, 2 grootheden in het amateurvoetbal van voorheen tegen elkaar. Nu middenmotors in de 5e klasse. Sanderbout opende vorige week al met een nederlaag op eigen terrein tegen SVH. Rust 1-1, eindstand 2-4. Een algemeen bericht over jeugdvoetbal. Kinderen tot en met 11 jaar die gaan voortaan spelen op kleinere velden en tevens in kleinere teams. De wedstrijdvormen zullen in de komende 2 jaar stapje voor stapje worden ingevoerd. Het eerste zijn de pupillen onder 8 en de pupillen onder 9 jaar aan de beurt. En die gaan dan op een kwart van een voetbalveld spelen in partijen van 6 tegen 6. De andere jeugdigen zijn het jaar erna aan de beurt. De kleine velden brengen ook het idee van het helaas bijna uitgestorven straatvoetbal weer terug. Belangrijk anders is ook dat het wat vreemde ingooien van tegenwoordig vervangen wordt door in dribbelen. En dat heeft uiteraard veel meer met voetbal te maken dan gooien.
Doel? Nou, de kids zo veel vaker aan de bal te laten komen. Ze kunnen meer dribbelen, meer schieten, samenspelen en last but not least natuurlijk, die goal raken, scoren. Handbal. Zondag stond de wedstrijd tegen VNL 2 op het programma. En aangezien VNL 1 dit weekend vrij had, was de verwachting dat er een aantal speelsters van het eerste mee zouden doen. Nou, uiteindelijk viel het wel mee, alleen Maxime Drent deed mee. Ja, dat betaalde zich wel uit in de score trouwens. Halverwege stond het jonge, maar gretige VNL met 15-13 voor. In de rust werd er wat veranderd bij ESC, pakte meteen heel goed uit, want de achterstand die werd snel omgebogen naar een 15-18 voorsprong. Enkele vreemde beslissingen van de scheidsrechters die zorgden ervoor dat ESC op een gegeven moment met 4 speelsters in het veld stond. Ja, dat bleek de nekslag voor de ESC-meiden te zijn. De vermoeidheid sloeg toe en het aantal technische fouten dat liep daardoor snel op. VNL had in tegenstelling tot ESC een ruime bank om volop door te wisselen en ze strafte ook nog eens elke fout genadeloos af en zodoende won VNL uiteindelijk met 27-24. Volgende week zaterdag, dan staat om 8:15 de thuiswedstrijd tegen Handbal Venlo op het programma. De uitwedstrijd ging verloren, dus revanche is geboden. De heren die speelden vorige zondag uit tegen Hercules, de nummer laatst. Dat wonnen ze dik, 14-32. En afgelopen zondag werd weer wat meer tegenstand verwacht, want de heren ontvingen Explosion. Dat tot dan toe 16 punten had en ESC had er 14. De mannen die wonnen met 20-17. En namen zo wraak voor de zware nederlaag welke ze in het eerste treffen opliepen. Het werd toen namelijk in Venlo 30-18. Door deze overwinning passeren ze Venlo op de ranglijst, bivakeren nu op de 4e plek. En zondag uit naar Brunssum. Ja, dat geeft toch winstkansen, dachten we zo. Volleybal. Zaterdag gingen de meiden van ADC naar de nummer laatst, HAVOC, Haaksbergen. Intentie, een einde maken aan de veel te lange reeks van nederlagen. Maar het liep allemaal anders. De eerste set was al direct raak, 25-16 voor de tegenstander. En dat veranderde niet in de 2 daaropvolgende sets, 25-15, 25-14. De 4e set leverde gelukkig wel nog een puntje op, 19-25, maar al met al een 3-1 nederlaag tegen een hekkensluiter. Gevolg is dat er nog slechts 4 punten scheiden van de laatste plaats. Ja, en laten we dan de heren even erbij nemen. Die ontvingen de koploper HOVOC. En verloren die partij met 0-4. Zetstanden 23-25, lekker spannend nog, maar dan 17-25, 19-25, 18-25. Een te verwachte nederlaag, maar wel met het gevolg dat de mannen op de voorlaatste plek belanden op de ranglijst. En ook hier scheiden nog slechts 4 punten van de laatste plek. Zaterdag gaan de heren naar NUVOC in Veldhoven. NUVOC, de stad, een degelijke middenmotor. En dat maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk. Houdt u nog te goed het programma van de meiden? 7:30 thuis tegen VCN. En dat is de huidige nummer 3, dus ook een lastige tegenstander. Maar hoe dan ook, het motto voor mannen en vrouwen is simpel. Punten pakken, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. ADC, succes ermee. Badminton. Even de uitslagen doorlopen. Eerste team, belangrijke wedstrijd, gingen naar Van Zundert. Moesten daar puntjes pakken, lukte niet, werd 8-0. Stuban, daar ging het tweede team naartoe. Die wonnen daar met 3-5.
En het derde team dat ging naar Rebeo en dat werd 4-4. Ja, door die uitslag van SCC 1 is het eerste team gedegradeerd uit de tweede divisie landelijk en zal dus volgend seizoen in de derde divisie uitkomen. Volgende week spelen alle teams een thuiswedstrijd. Vanaf 9:30 bent u welkom in Sporthal Merode te Stijn om de SCC teams in actie te zien. De jeugdspeelster van de week, dat is Lisanne Breijer. Turnen. Zeven turnsters, moet ik zeggen, van GTV Maasland Stijn, die hebben zich afgelopen weekend in Horn geplaatst voor de finale van de Limburgse kampioenschappen die op 18 en 19 februari in Meersen worden gehouden. Alleen de beste 10 turnsters in elke categorie mogen hieraan deelnemen. 3 turnsters mochten op het podium plaatsnemen. Liv Coenet, tweede plek. Christy Frederiks, tweede plek. Tessa Jurissen, derde plek in hun afdeling. De andere turnsters die zich hebben geplaatst, Annick Martinez, Fenne Coenet, Kim Kallars en Sascha Rennes. Dan zwemmen. Op 8, 14 en 15 januari hebben de Limburgse winterkampioenschappen korte baan zwemmen plaatsgevonden. Zeps heeft met 7 zwemmers deelgenomen, met het volgende resultaat. 16 keer goud voor Esper Schreurs. Het zijn alle afstanden die hij mocht zwemmen. En dan hadden we nog goud voor Nino van Beek op de 100 meter vrije slag, de 1500 meter vrije slag en de 400 meter wisselslag. En daarnaast pakte hij nog 4 keer zilver en 5 keer brons. En dan hadden we nog Misha Hermans, die was goed voor 1 keer zilver en 1 keer brons. Dat deed ze op de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. Tevens zullen Esper en Nino op 26, 27, 28, 29 januari deelnemen aan de Nederlandse junioren- en jeugdkampioenschappen korte baan, maar dan in Eindhoven. Tafeltennis, daar zijn ze weer. Zaterdag zijn ook weer de tafeltennisactiviteiten begonnen. Het eerste team uitkomend in de promotieklasse, die begon al goed, want die hadden vrij. Het tweede team dat speelt uit in de tweede klasse. Dan gaan ze tegen Minor spelen. En het derde team dat speelt thuis tegen Brunsum. De tafeltennissers wensen we veel succes in het nieuwe seizoen. Dat was het weer, dames en heren. Alle sporters, veel succes komende week. En was uw sporter niet bij, geef uw nieuws dan door aan info@omroepstijn.nl. En u bent er volgende keer wel bij. Hoi.